Sloten moeten natuurlijk goed water kunnen afvoeren. En dan moeten ze natuurlijk niet overwoekerd zijn met allerlei planten. Het waterschap Vallei en Veluwe startte in mei al met het maaien vanwege de zachte winter, waardoor grassen en planten sneller groeiden. Het is een hele klus. Meer dan 2200 kilometer moet er gekarfd worden, geschoond. Hoe lang doe je daar van niet over? Daar zijn we ongeveer 6 weken zo mee bezig. Het maaien kost de nodige tijd. Het is een specialistisch klusje, want er wordt volgens de wet natuurbescherming gemaaid. Dat betekent extra opletten dus. Nou, op de plantjes en de beestjes. Net jonge eendjes. Je moet er wel even een beetje bij nadenken. Hè? Niet te diep scheppen dat je beestjes uit de bodem omhoog schept. Het gaat allemaal niet vanzelf. Hè? Niet alleen de winter is schuld aan de plantengroei. Ook de mens kan er wat van met zijn hobbyplanten. Die worden dan vaak door mensen, bijvoorbeeld als ze een vijvertje hebben of een aquarium die iets te vol is gegroeid, wordt het in de sloot gegooid omdat ze denken, dan ben ik te mooi vanaf, waardoor ze niet meer makkelijk kwijtraken.